Linko-presentator Jan Versteeg moet zijn start-up, Opasserven Solus Nani Network, noodgedwongen stoppen. Door de coronacrisis zakte de omzet naar 0 euro. Dat onthult hij aan shownieuws. Het is zo ontzettend jammer dat het niet gelukt is. Zeker aangezien het hartstikke goed ging en het echt heel leuk was om zo te ondernemen met andere partners, al dus Jan. Bij Lulu's Network, vernoemd naar Jans oudste dochter, kon je een oppas scoren of jezelf aanmelden als oppas. En aangezien bijna iedereen nu thuis zit, is een babysitter. Nou ja, totaal overbodig natuurlijk. Door deze bizarre tijden zagen we onze omzet in één klap naar nul gaan, en dan moet je harde, maar realistische beslissingen maken, zo vertelt Jan. Als start-up, je dat gewoon niet. Gelukkig zijn alle partners hier niet financieel afhankelijk van. Maakt de beslissing niet minder pijnlijk, maar doet mij wel beseffen hoe heftig deze tijd moet zijn voor ondernemers die al jaren voor hun bedrijf vechten en hier wel financieel van afhankelijk zijn. Ik wens alle ondernemers dan ook oprecht sterkte toe. Jan is niet de enige BR die de gevolgen van de coronacrisis keihard voelt in de portemonnee. Zo maakte zijn toppa-collega Martin Meijland zich ook een beetje zorgen. En Gerard Joling was ook openhartig over zijn financiële zorgen. Die loopt ruim 3 ton aan inkomsten mis.